De beveiliging van de OV-chipkaart is aangepast. Translink Systems, het bedrijf dat de kaart uitgeeft, levert sinds kort een nieuwe chip die vooralsnog niet te kraken is. Dat zegt onderzoeksjournalist Brenno de Winter. Hij denkt dat het hooguit een jaar duurt voor ook de nieuwe chip is gekraakt. Translink zoekt nog naar een definitieve vervanger van de huidige chip. Volgens ingewijden maakt het kabinet morgen bekend dat sterke joints niet meer gezien zullen worden als softdrugs, maar als harddrugs. Het gaat om joints met meer dan 15% van de werkzame stof THC. De sterke wiet mag dan niet meer worden verkocht in coffeeshops. Rotterdamse coffeeshophouders zien hier niets in. Zij denken dat de nieuwe maatregel lastig te controleren valt. Het gerechtshof in Den Haag hoort op 2 november twee agenten die getuigen waren van de strandrellen in Hoek van Holland van twee jaar geleden. De ouders van Robbie van der Leden uit Rotterdam, die door een politiekogel bij de rellen om het leven kwam, hebben een artikel 12-procedure aangespannen. Bij zo'n procedure wordt het Openbaar Ministerie gevraagd een onderzoek te starten. Vanochtend trekt de regen snel naar het oosten weg. Dan krijgen we een tijd lang ja toch wel aardig weer met geregeld de zon erbij eind van de middag en vanavond van de westen uit stevige buien slechts 15 graden en er staat ook veel wind.